je leven van alleen maar hamburgers. Ik ga het voor je testen, want vanaf het ontbijt tot ik ga slapen, eet ik hamburgers, hamburgers en nog meer hamburgers. In alle soorten, maten en prijzen. Een hamburger van 5000 euro. Lukt het mij om dit 24 uur lang vol te houden? Dit wordt wat. Let even op, al bijna 900.000 burgers hebben zich geabonneerd op mijn kanaal. Oh, we zijn er bijna, jongens. Het is helemaal gratis, dus abonneer je ook op mijn kanaal. Druk gewoon eventjes op die rode knop. En als je denkt, Rutger, dat heb ik natuurlijk al lang gedaan. Geef dan eventjes een duimpje omhoog, want ik ben heel erg benieuwd wie van jullie die nu kijkt geabonneerd is. En laat dan gelijk eventjes in de reacties weten hoe lang je al geabonneerd bent. Het is 9 uur in de ochtend en heel Nederland is nu aan het ontbijten. En jij bent ook al lekker aan het ontbijten, hè? Ja. Maar ik moet nog wel echt een beetje in de stemming komen om nu een hamburger te gaan eten. En ik hoop dat dit me daarbij een beetje gaat helpen. Kijk, wat gezellig zeg. Hamburgersokken. Nou, kijk toch eens eventjes. Wauw. Het is ongelooflijk, maar ik voel ineens een totale drang naar een hamburger. Not. Maar hey, als ik dan moet denken aan een ontbijthamburger, dan moet ik eigenlijk direct denken aan McDonald's. Dus ja, laten we die maar gaan halen. Nou, de ontbijtburger komt me al tegemoet. Even kijken hoor, want ze hebben verschillende opties. Ik ga voor deze. Ik dacht daar eventjes gezellig binnen te gaan zitten, maar de muziek stond zo ongelooflijk hard dat veel me daar een beetje lastig werd. Dus ik doe het dan alsnog eventjes zo in mijn auto. Maar hey, ik heb hem, de allereerste hamburger van vandaag. En ik ga elke burger een cijfer geven, zodat we aan het einde van de video weten wat nou de allerlekkerste burger was van vandaag. Ik ben bang dat het niet deze is, want ik heb hier geen goede herinneringen aan. Maar ik denk dat het voor het ontbijt alsnog wel de beste optie is. Het is de McMuffin Egg en we hebben dus een broodje, wat ei en kaas. Eet smakelijk. Ik ben echt een kaasliefhebber, maar om een of andere reden vind ik de kaas op dit ding gewoon nooit lekker. Het smaakt gewoon een beetje naar zoals een stal ruikt. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar ja, ik zou deze normaal gesproken niet vrijwillig eten, dus ik geef hem een 3. Ja, een 3. De eerste burger van de dag is een feit, maar het voelt nog niet helemaal als een compleet ontbijt. Oh wauw, dat rijmt. Wat een creativiteit. Dus ik heb besloten dat we nog eventjes langs de supermarkt gaan om te kijken wat nou de beste burger is die ik daar kan vinden. Ik ben bang dat het dan een magnetronburger gaat worden, want ik kan eigenlijk niks anders vinden. Gek hè, zo op de vroege ochtend. Oké, ik heb echt nog nooit zo'n inspiratieloze burger gezien. Dit ziet er toch helemaal niet aantrekkelijk uit? Het moet in ieder geval 30 seconden de magnetron in. Oh, dat bord is heet. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Ik heb daarom maar eventjes een XL hamburgermok erbij gepakt. Met een paar liter water erin, zodat ik het hopelijk wat makkelijker wegkrijg. Maar misschien zeur ik wel helemaal voor niets en is het hartstikke lekker. Eet smakelijk voor de tweede keer deze ochtend. Oh, E338,5. Dit is echt de meest smaakloze burger die ik ooit op heb. Zelfs de saus kan het eigenlijk niet redden. Het is gewoon echt mega saai. Maar ja, ik heb nu geen andere burger in huis. Dus er zit niets anders op dan om het gewoon maar te eten. Maar dit krijgt van mij echt ook een 3 in de categorie niet voor je plezier. Wij wonen nu al 1,5 jaar in dit huis. Dus het is tijd om onze spullen te gaan pakken en om te gaan verhuizen. Nee, grapje. Nee, we zijn namelijk super blij. Maar ik zal jullie eventjes wat dingetjes laten zien. Het kantoor vind ik bijvoorbeeld geweldig. Net als de woonkamer, daar zijn we ook heel blij mee, hè, pa? En ook met jou, hè? Ja. En ook de gamekamer vind ik super tof nog steeds. Alleen deze kamer voelt na 1,5 jaar nog steeds niet helemaal af. En daarom gaan Thomas en ik zo meteen naar een woonwinkel om te kijken of we het een beetje kunnen gaan opleuken. Maar ik vind het trouwens wel heel erg leuk als jullie een beetje gaan meedenken over deze kamer. Bijvoorbeeld de kleur van de muur. Moet het thema in deze kamer wel rood blijven? Of zeg je, Rutger, je moet er echt een hele andere kleur van maken. Laat het vooral even weten in de reacties, want ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Het is alleen een behoorlijk eind rijden naar die winkel. Dus ik denk dat ik maar wat hamburgers moet meenemen voor onderweg. En dan lijkt het me leuk om een experimentje te gaan doen. Want steeds meer fastfoodketens krijgen vega hamburgers of soms zelfs vegan. En ik zag dat Burger King en McDonald's allebei een nieuwe hebben. Dus het is tijd om ze te gaan vergelijken. En bij McDonald's is dat de McPlant.
gepland. En op het plaatje ziet hij er wel echt heel erg goed uit. Hi, ik wil graag een McPlant bestellen. Ja, nog iets? Nee, helaas, dat was het. 4,25 mag je doorrijden naar de restaurant. Oké. Ik zeg helaas, want ja, hè, alleen maar hamburgers vandaag. Die hebben we in de pocket. Nu op naar Burger King. Want daar hebben ze nu de Veggie Whopper. En die hebben ze hier. Verrassing. Een burger. Lekker, hè? Inmiddels is Thomas ook aangeschoven, want we zijn dus inmiddels onderweg. Nee, je bent aan mij aangeschoven, want het is mijn auto. Daar heb je gelijk in. We zijn in ieder geval onderweg naar de winkel. Het is nu tijd voor de grote, ultieme vega smaaktest. Zullen we beginnen met een hapje van de Burger King? Oeh, hij ziet er wel heel erg goed uit, hè? Hij ziet er heel lekker uit. Moet ik proeven? Nee, jij mag als eerst. Lekker? Hij is lekker, toch? En nu? Nu gaan we hem vergelijken met de McPlant. Dat klinkt niet echt heel erg aantrekkelijk. Hoezo? Een plant kan heel aantrekkelijk zijn. Oeh, die ziet er ook goed uit. Wow. Ik zeg nog even niks. Ik ga iets zeggen en jij mag zeggen of je het ermee eens bent of niet. Oké. Vindt de McPlant iets lekkerder dan die van de Burger King? Ik ook. Persoonlijk. Maar omdat die lijkt op een Big Mac met die saus. Ja, vind dat ik. Vind ik wel heel knap gedaan eigenlijk. Ja. Maar dat zegt niet dat die van de Burger King niet lekker is. Allebei lekker. Allebei lekker, maar deze zou ik eerder 8,5. En een 8. 8. Ja, precies. Ja. Dat is het. Nou, deze twee burgers zijn nog eventjes een uurtje onderweg naar Zutphen. Noem je me nou een burger? Ja, ja, ja. We zijn twee burgers. Zijn toch burgers? Nederlandse staatsburgers? Nou, de vlaggen hangen uit, want wij zijn gearriveerd. Zou dus jij ook een hamburger hebben? Denk ik niet. Zie jij dit dan een beetje als setting voor je, zo? Studio? Ik vind die planken wel vet, ja. Ja, hè? Ik pas ook perfect in het interieur zo. Maar we hebben natuurlijk al een blauwe kamer, dus ik denk dat we nog even verder moeten kijken. Nou, wat een toeval! Hallo? Iedereen hier vandaag. Nou, wat gezellig. We zijn inmiddels aan het schilderen. Met potten en vazen en bloemen. Het wordt enig. Ik dacht dat we meubels gingen kijken, maar inmiddels zijn we met allerlei andere YouTubers beland in een soort van verffestijn. Ik ben wel heel erg jaloers op de kleur die Gregor heeft gekozen. Dank je. Willen wij die niet ook? Ja, ik denk het wel. Dat is deze. Deze. Pink champagne. Deze. Pink champagne, ja. Oh, slim. Ik sta echt mijn ogen uitkijken. Dit is van puur vakmanschap. Het is goedkoop, hè? Aangezien Thomas wel heel erg druk is met zijn vaas, gaan we zelf maar eventjes nog een rondje lopen om te kijken of we wat kunnen vinden voor de setting. Oh, maar dit ziet er ook wel heel erg leuk uit, zeg. Meer een beetje de pasteltinten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Misschien moeten we naast de blauwe kamer dus wel een beetje een pastelachtige kamer gaan maken. Ja, ik vind dit wel echt heel erg tof. Ondertussen zijn we in een soort van laboratorium beland, waarin we allerlei experimentjes gaan doen om te bepalen wat wij nou precies lekker vinden qua geur. Ik weet wel wat jij lekker vindt ruiken. Nou? Rutgeur. Nee, dat is een rutgeur. Een rotgeur. Ja. Oké, qua setting zijn we er nog niet helemaal uit. We hebben wel wat ideeën opgedaan, dus hopelijk binnenkort daar meer over. Maar Thomas is op een hele gevaarlijke afdeling beland. Accessoires, sorry. Oh jee, daar gaan we. Nou, dit gaat helemaal mis. Wat ben je allemaal aan het verzamelen? Deze is heel cool. Ja, hij is ook leuk. Het is allemaal gaaf. Kan iemand mijn vriend hier weghalen, alsjeblieft? Oké, we hebben echt een auto vol met nieuwe spullen liggen. Het is heel erg. Het ligt hierachter zie je al wat. Maar ik ga jullie straks thuis laten zien wat we precies gehaald hebben. Ik vind het alleen wel eventjes tijd voor een hamburger. En gelukkig heb ik hier ook gewoon hamburgers. Ze zijn alleen iets kleiner dan de vorige hamburgers. Maar ik verwacht niet minder lekker, dus laten we hem even testen. Dit is echt een van mijn favoriete snoep. Ik geef dit dan toch echt wel een 9. Daarmee gaat deze hamburger tot nu toe aan kop. We hebben bijna 2 uur gedaan over de terugreis vanwege een gigantische file. Goed, we zijn gelukkig eindelijk thuis. Tijd om het avondeten te fixen. En daarvoor ga ik de duurste hamburger bestellen. Ik heb trouwens even opgezocht wat de duurste hamburger van Nederland is. Die kun je kopen bij restaurant De Daltons. Daar hebben ze een hamburger van 5
2000 euro. Nou ja, helaas moet je die 2 weken van tevoren bestellen, dus dat gaat niet lukken. Maar via Thuisbezorgd heb ik een hamburger van 20 euro gevonden. Dat is de duurste die ik hier kan bestellen, die wordt zo meteen geleverd. Terwijl we daarop wachten, gaan we eventjes alle interieurdingen naar binnen halen. Allereerst hebben we hier in de keuken dus nu deze vaas met geweldige bloemen erin en een gouden kaarsenstandaard, inclusief kaars. Dit ziet er wel leuk en sfeervol uit nu, maar we gaan nog even door naar de woonkamer. Oh ja, en hier hebben we ook nog deze zandloper. En hier hebben we deze vaas met deze bloemen erin. En deze gouden kreeft. En tot slot dit zwarte schattige beertje. Wow, dit wordt net bezorgd. Volgens mij is die hamburger heel groot. Moet je eens even kijken hoe gigantisch dit ding is. Laten we kijken wat hier nou in zit. Wow. Dit is echt mega. Rut, dit is echt de grootste burger die ik ooit gezien heb. Zelfs Paco is van slag. Zie je dat? Het ziet er niet heel erg aantrekkelijk uit, eerlijk gezegd. Moet je eens kijken. Het is echt een gerecht op elkaar gestampt, zeg maar. Ik heb alleen echt nog nooit zo'n grote burger gehad. Het is niet voor jou, Paak. Mag kijken. Kijk die poten ook over jouw been. Waar moet ik beginnen? Het is groter dan mijn hoofd. Ga maar proeven. Eet smakelijk. Is het lekker? Nou. Als het niet lekker is, lukt Spaco nog wel een hapje, denk ik. Nee, het is echt niet lekker. Nee? Maar hij was 20 euro, toch? Dat komt omdat ze letterlijk alle ingrediënten die ze in een restaurant hebben hierop hebben gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat het lekker is samen. Ik heb nog nooit zoiets vets, denk ik, op. Opeten die handel. Kom op, je kan het. Ik snap niet dat je dit vrijwillig zou eten. Dit was echt een nachtmerrie. En ik moet ook toegeven dat ik de hamburger niet helemaal op heb. Het was veel te vet, veel te veel en veel te vies. 3 V's. Daarom ben ik overgegaan op de wat kleinere hamburgers. Dat bevalt me toch iets beter. Maar hey, de avond duurt nog lang en dat betekent dat we tijd hebben voor een film over het ontstaan van de hamburger. Hij heet The Founder en het gaat... Hoe lang duurt hij? 1 uur en 50 minuten lang over hamburgers. Ben jij ook benieuwd, Paak? Dat doe ik natuurlijk met mijn hamburgdrankje, dus daar gaan we. Ik kan geen hamburger meer zien na vandaag. Maar ik heb wel een hele duidelijke conclusie voor vandaag, want mijn favoriete burger is niet echt een burger. Dat is toch echt deze snoephamburger. Daarna komt voor mij de Vega McPlant. Geef even een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt en wil je nou nog meer video's zien? Vergeet dan niet om te abonneren, is helemaal gratis. En kijk eventjes hier zo, want ik heb een aantal video's voor je geselecteerd die je waarschijnlijk ook heel erg leuk vindt. Dus als je nog een paar minuutjes tijd hebt, klik dan lekker door. Dan zie ik je in die video en volgende week donderdag weer om 4 uur in de middag met een hele nieuwe video. Maar tot die tijd... Wil jij het zeggen, Paak? Goed zo, stay firmless inderdaad. Doei!